Over jeugd gesproken. We hadden een jeugdige opening met de rapper Pita. Maar ook aan mijn tafel is de jeugd vertegenwoordigd. Zij was namelijk al het jongste raadslid in Nieuwekerk. En is nu ook de jongste lijsttrekker. Lijsttrekster, ja. Moet je misschien zeggen. Dames, de PvdA, de Partij van de Arbeid, Karin Sloters. En ook haar buurman is een ervaren politicus. Hij was 6 jaar wethouder van ruimtelijke ordening in Nieuwekerk. En is er nu raadslid, Harm Lamberts. En eigenlijk al echt een Zuidplasser, want hij woont in Nieuwekerk, maar tennist in Moordrecht. Zo is het. Nee. Al reist hij ook heel graag naar nog veel zuidelijker gelegen steden in het Middellandse Zeegebied. De lijsttrekker van de ChristenUnie, Marnix de Romf. We gaan naar een derde stelling en die leiden we in met een filmpje. Een filmpje geschoten door onze eigen redactieleden hier in de regio. Wat denkt u in Nieuwekerk dat iets moet verbeteren? Wat kunnen de nieuwe raden doen? Jeugd. Dat vind ik een van de belangrijkste punten. En de vernielzucht. Ja, er moet plek komen voor kinderen op groen. Niet te kleintjes, daar is plek genoeg voor. Maar voor de grotere, een leuk clubhuis, wat dan ook, waar kinderen terecht kunnen. In mijn kapellen hebben we erg veel last met de jeugd. Dat zijn hele grote problemen eigenlijk. En hoe dat optossen, men wil wel, maar het is heel moeilijk. God, maar niet te vragen ook, want ik woon hier niet. Oké. Ik wil zien. Is goed. Succes met jullie actie. Succes met jullie actie, zei deze meneer nog. Die zelf weliswaar geen stem heeft, maar toch ook mag stemmen. Maar de rode lijn in deze reacties van willekeurige inwoners in de Zuidplas was toch het probleem van de jeugd. En we hebben daar deze stelling omheen geformuleerd. Er moeten geen hangplekken voor de jongeren komen. Meneer Lamberts. U dacht, ik vraag het maar eens aan de jeugd nu in, in het forum. Ik vind dat die er wel moeten komen, niet alleen komen, ze zijn daar al, maar het moet wel heel goed gebeuren in overleg met die jongeren. Wij zijn er als gemeentebelangen buitengewoon trots op dat wij althans de afdeling gemeentebelangen, Nieuwekerk van gemeentebelangen Zuidplas, dat wij een voorzitter van 21 jaar hebben die heel goed thuis is in die jeugd van Nieuwekerk. En wij als gemeentebelangen Zuidplas vinden dat je met die jongeren af moet spreken waar die hangplekken komen, in nauw overleg met de bewoners die eventueel daar last van zou kunnen hebben. En de ervaring leert dan, als je dat samen doet met jeugdwerk, met politie, met bikers enzovoort, dat dat resultaat kan hebben. Vindt de PvdA erover? Ja, toch iets anders heb ik het idee. Ligt aan je leeftijd. Ja, misschien is dat ook wel een punt inderdaad. Dat ik er toch iets meer middenin sta dan andere mensen die toch ook meedoen. Ik heb kleinkinderen. Ja, het is net iets te klein denk ik nog. Wat wij natuurlijk ook vooral merken, het is inderdaad, we hebben een jongerenprobleem. Vooral in bepaalde kernen en op bepaalde gebieden is het zo dat we ineens, het was er altijd wel, maar op sommige momenten, zoals in mijn kapelle, ineens explosiever. Dat is een probleem. Daar zijn we ons zeker van bewust en daar moet ook zeker wat aan gedaan worden. Of dat is door meer toezicht, of er meer behoefte is aan een hangplek, of de jongeren ergens anders een behoefte aan hebben. Dat moet goed uitgezocht worden. Van belang staat wel dat niet alle jongeren die buiten hangen per se een hangplek nodig hebben of een probleemgroep zijn. Het is een groot probleem, denk ik. Groot in de zin van de gevolgen die het heeft. Want het ontwricht wel als er ruzie ontstaat tussen mensen in een straat of anders is dat is gewoon vervelend. Alleen we moeten ook ons heel goed beseffen dat het uiteindelijk maar een hele kleine groep is. Precies. Die dat veroorzaakt. Dus ik vind het wel lastig om dan gelijk zo te zeggen van geen hangplekken of de jongeren zijn het probleem. Wat de ChristenUnie heel duidelijk wil maken is dat je het meeste resultaat bereikt als iedereen, of dat nou een jonger is die potentieel een probleem zou kunnen veroorzaken of niet, maar dat iedereen ergens het gevoel heeft dat hij erbij hoort.